Ik heb in 2008 dat ik geleerd gitaar speel. Samen met vrienden van mij, want dat was een cool ding om te doen. En toen werd ik bij kerk betrokken geraakt, waar ik in de jeugd een beetje begin samen zingen. Baie geniet het. En op een stadium heb ik besef dat ik geniet het nog om te schrijven. Ik heb altijd een journaal wat ik schrijf en dat ik daar schrijf in die journaal kan gebruiken in muziek. Was toen een nieuwe ding wat ik later ontdek het. En toen ik een klein orkest begin met die naam Die Foute, wat zo'n Afrikaanse alternatieve rockband was. En ons het een beetje begin namaak bij Fiesta en Swan. Maar eindelijk heb ik mijn liefde ontdek vir skryf in die tijd. En toen besluit ik kan mijn gedachten met mensen deel door muziek. En dit is die langste record. Ik heb die hele paar rolmodellen. Iemand wat nogal een lang pad van mij stap. En naar wie ik verschrikkelijk opkijk is eigenlijk mijn geestelijke ouder broer, Retief Burger. Hij heeft zo'n beetje geld geschreven ook. En ja, ik heb stap hulle pad van voor ik nog begin zingen. Iemand anders dat ik ook bijna naar opkijk is Steve Bos, wat op die album samen met mij een liedje doen. En samen met wie ik verschrikkelijk lekker samen gewerkt heb. Maar eindelijk een van mijn dromen wat waar geworden het. Ik denk dat muziek met zijn eigen gang gaan. Juist omdat het tijdloos is. Die aanslag van mij schrijven op die album was eindelijk maar niet zoveel so te vergelijken met anderen en probeer iets niets te doen. Mijn groening was maar om te inspireren. Ik zou graag mensen willen inspireren, juist omdat mijn muziek, denk ik, of ik denk muziek als geheel, kan tijdloos wees. En het kan bestaan lang nadat jij weg is. So, ik wil graag dat je mijn muziek moet iets zeggen. En als iemand daar in een klein karoo zit en hulle luister op die radio, Groot FM een dag, en hulle hoor mijn muziek, wil ik hier het met dalk hulle inspireren. En als er ware amper uit donker plekken uitzingen als hulle in donker plekken zit. Wat ik wil zeggen met mijn muziek, wat ik wil communiceren aan mensen, maak mij anders. Want dat is mijn perspectief, en dat is mijn opinies, en dat is mijn goed waar we ooit hier echt deur gaan. Dat is mijn story.